Een oud-gynaecoloog van deze vruchtbaarheidskliniek in Elsendorp is in opspraak geraakt. Het gaat om Henk Ruis. Met zijn sperma zouden tussen 1988 en 1992 drie kinderen verwekt zijn bij vrouwen die hij behandelde. De zaak kwam aan het licht toen iemand ontdekte dat Ruis mogelijk zijn of haar vader was. De kliniek Nijgeertgen, zoals het nu heet, is geschrokken van het nieuws. Echt onacceptabel. Het is maatschappelijk niet verantwoord, het is onethisch. En ik denk dat je als behandelaar onjuist gehandeld hebt als je je eigen sperma gebruikt hebt in die tijd. En ook nu. Maar het nieuws zorgt ook voor veel spanning bij iedereen die ooit met de kliniek te maken heeft gehad. Wat we merken is dat we met name ook zorgen krijgen over hoe het nu gaat. En daarbij wil ik dus inderdaad tegen de mensen zeggen, maak je daar geen zorgen over. Sinds 2004 zijn er zoveel regels, zoveel kwaliteitscriteria, dat het vrijwel onmogelijk is. Sinds 2004 is het verboden om een anonieme donor te hebben. En zijn de regels een stuk strenger. Als je nu je sperma inlevert, heb je natuurlijk controle van de persoon. Je hebt de ID-kaart die gecontroleerd wordt. De badges, dus de bakjes worden gecontroleerd. De nummers worden gecontroleerd. Er zitten nu zoveel controlesystemen in, omdat het allemaal traceerbaar is. Het moet traceerbaar zijn. Toch zitten ook ouders van na die tijd nu met een gek gevoel. Irene kreeg in 2014 een kindje via een donor uit Denemarken. Ook via de kliniek. Ik werd er een beetje onmisselijk van bijna, omdat ik denk van wat komt er nog meer boven tafel de komende jaren? Er komen iedere keer weer nieuwe verhalen boven water en dat is niet zo fijn. En dat zorgt dus voor twijfel, onzekerheid over of de rest dan wel klopt misschien? Ja, ik twijfel dan aan het moreel kompas van zulke artsen als ze op die manier daarmee om zijn gegaan in het verleden. Dan denk ik wel van ja. En wat als het bij mij niet gelukt was de eerste keer, heeft hij misschien toen ook gedacht van dan gaan we het anders aanpakken. Yeah. Je weet dat niet meer. En Annerie weet hoe het is om een kind van een gynaecoloog te zijn. In 2018 kwam ze erachter dat ze zeker een van de 88 kinderen is van spermadokter Jan Karbaat. Als ik gewoon naar mezelf terugdenk, is je eerste reactie een soort van verbijstering. Van hoe bestaat dit? Hoe kan dit zo gebeuren? He, want je vertrouwt ook op een medische wetenschap. En vervolgens word je boos. Je denkt, potverdorie, wat is dit? En dan heb je echt wel een tijdje nodig. En dan komt er een soort van acceptatie. En dan word je nieuwsgierig. Dan ga je echt denken van, oké, wie ben ik dan? En wie is dan die man? Gynaecoloog Henk Ruis wilde vandaag niet voor onze camera reageren. Maar hij liet wel in een schriftelijke reactie weten dat het een kwalijke zaak is die niet had mogen gebeuren. En ook zegt hij mee te werken aan DNA-onderzoeken als ouders dat willen. Eerder zei hij nog in de Volkskrant dat hij het zaad per ongeluk had verwisseld. Ik kan het niet controleren, ik kan het niet checken of het waar is of niet waar is. Het klinkt heel ongeloofwaardig. De kliniek roept iedereen die met vragen zit op zich te melden.